Welkom bij Rob's Lenormand kaartlegging, week nummer 47. En ik ga voor jou een kaart uitschudden. Daar is die al. Hadden er ook meerdere kunnen zijn. Het is de kaart de muizen. Ik leg hem op zijn kop, omdat de kaart ligt op zijn kop. Dus dat betekent, als die op zijn kop ligt, ja, dit is een wonderlijk verhaal eigenlijk. Want de muizen knagen aan je, dus dan zou je eigenlijk geen last meer moeten hebben van de dingen die jou dwars zitten. Ik ga even kijken naar het verleden om hier wat meer duidelijkheid over te krijgen. Wat ik nu wil zeggen eigenlijk. De kaart de roede en de kaart de zeisen. Die liggen open. Dus die leg ik ook open neer. Voor mij dan open. En de zeisen wil zeggen, je hebt geleerd nee te zeggen. Af te kappen, dat is goed. En de roede wil zeggen, ja, je pijnigt jezelf met getwijfel nog. En daardoor lijkt het, zou ik zeggen, alsof je maar niet van die muizen af kan komen. Die muizen die aan jou knagen. Dat stemmetje in jouw hoofd wat maar blijft knagen van, ben ik al goed genoeg, weet ik het nou wel, klopt het nou wel. Ja, dat gedoe. Oké, dat kan niet eeuwig zo blijven natuurlijk. Het leven is continu aan het veranderen. Dus ik ga kijken wat je nu boven jouw hoofd hangt. Wat staat er bijna te gebeuren? Weer een kaart op zijn kop, je wil er niet aan. Het kruis, ik leg hem op zijn kop. Het kruis staat voor transformatie. Transformatie van jouw achterhaalde overtuigingen over hoe jij over het leven en over jezelf denkt. Dat klopt dus niet met wie jij werkelijk bent, met jouw werkelijkheid. Nou, hoe gaat zich dit ontwikkelen naar de toekomst? Dat is mooi. Daar ben ik heel blij om. Dat is de kaart de zon. En de zon die geeft jou energie, die geeft jou kracht. Hè? Die geeft het hele leven energie en kracht. Dus die zon die maakt dat jij dit kennelijk allemaal aan het transformeren bent, dat hele proces. Van die muizen van niet goed genoeg te zijn, die roede, dat je jezelf pijnigt met je getwijfel. En de kaart, de zeisen, waardoor je toch heel veel dingen leert afkappen. En tot slot de transformatie van jouw achterhaalde overtuigingen over jouzelf. Nou, wat zou je nog meer kunnen veranderen in deze situatie om meer in die zonne-energie terecht te komen? Kijk, dat is mooi. Dat is jammer, want er waren er twee rechtop, één op zijn kop nu inmiddels. Even kijken wat dit is. De kaart op zijn kop, dat is het hart. Dus het is vreselijk moeilijk voor je om je hart open te durven zetten. Kennelijk hebben mensen daar nog een flink misbruik van gemaakt. En dit zijn hele mooie kaarten die jij in je vriesvak bewaart. Het is de kaart het schip, dat wil zeggen, laat je gevoel weer stromen. Hè? Luister naar je spirituele informatie. Het is de kaart de maan die vertelt dat je heel paranormaal begaafd bent. Haal dat uit die kast. Maar leer gewoon nee zeggen met die zeisen. Leer afkappen als je moe bent, als je geen zin hebt. Stel je grenzen. Je kan niet bodemloos iedereen blijven helpen namelijk. Jij bent op een gegeven moment ook moe. Je hebt op een gegeven moment ook rust nodig. Oké, ga weer leven vanuit het hart. Vertrouw het leven. Maar stel die grenzen. Want dan krijg je namelijk ook een betere partner op je pad als je daarnaar op zoek bent, als je grenzen stelt. En doe je het niet, dan krijg je pitbullen op je pad. Oké, stel dat je dit uit het vriesvak haalt, durf te staan voor jouw paranormale kwaliteiten, je gevoel weer laat stromen, dat je je hart weer opengooit. Hoe gaat deze legging dan aflopen? Drie kaarten. Twee open, één niet. De open kaart, dat is de vogels. Wat wil zeggen, ja, je vindt het eigenlijk niet zo leuk hier op aarde. Je hebt moeite met relaties, het is allemaal drie keer niks. Maar het feit dat die open ligt, wil zeggen dat, dat er toch een licht glinstert aan de horizon. De kaart, de wegen, wil zeggen, je ziet ineens weer nieuwe mogelijkheden. En dit is wat je ervan afhoudt. Dat is de kaart de brief. Je hebt een bericht gekregen van iemand telefonisch of per brief. En dat maakt dat je eigenlijk zeer teleurgesteld bent geworden in die persoon in het leven. Dat je het eigenlijk allemaal niet meer zo ziet zitten. Maar het kan ook zijn, als jij gewoon gaat staan voor die vrolijke zon die je bent. Dat je hart weer opent, je gevoel laat stromen, laat spreken. Dat dit allemaal op een goede manier afloopt. Dat je een leuke relatie met iemand krijgt. Dat je goede mogelijkheden ziet om je leven te verbeteren. En dat je gewoon, ja, een brief gaat schrijven aan iemand waar je nog iets mee had goed te maken of te vereffen op een of andere manier. Dit is mijn verhaal. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag.
hele goede dag allemaal. Welkom bij ons, bij Omatus Angel Cards. Nou, ik ga nu, lieve mensen, ik ga nu kijken of we krijgen boodschappen voor de tijd dat ik ga met kaarten open, de engelenkaarten. Zeker, alles is groen, bijna wintertijd, die komt eraan. En